In Nederland hebben we soms niet altijd door hoeveel prachtige natuur we hebben, terwijl er zoveel te ontdekken is. Beekjes, rivieren, polders, bossen, weides, we hebben het allemaal. Een van deze bijzondere Nederlandse natuurgebieden is Nationaal Park Heuvelrug. Wat maakt dit gebied nou zo bijzonder? Al jaren zet voorzitter Janine Kaalders zich in voor de ontwikkeling van het gebied. De Heuvelrug is een bron van natuur en cultuur. Gletsjers uit Scandinavië die hebben dit gebied in de ijstijd omhoog gestuwd, zodat er letterlijk een rug is ontstaan. En onder die rug zit een enorme zoetwatervoorraad die door de natuur wordt gefilterd en die hier zo uit de kraan komt als bronwater. Dat maakt dit gebied zo bijzonder. Maar wat ik misschien nog wel mooier vind zijn alle mensen die zich zo enorm inzetten om dit gebied zo mooi te houden. En daar ben ik eigenlijk nog trotser op dan op het gebied zelf. En wat ik bijzonder vind is dat ook ondernemers zien dat het groen heel belangrijk is voor de Heuvelrug. En als ondernemers willen ook wij eraan bijdragen dat het groen behouden blijft. Voor mij is de Heuvelrug het mooiste gebied van Nederland. Uw stem is een hart onder de riem voor al die mensen die ervoor zorgen dat het hier op de Heuvelrug zo mooi blijft. Het Nationaal Park Heuvelrug is een van de 13 natuurgebieden die is genomineerd voor de publieksverkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland. Een verkiezing die is bedoeld om de natuur in Nederland een steuntje in de rug te geven. Vind jij dat Nationaal Park Heuvelrug moet winnen? Breng dan je stem uit op mooistenatuurgebied.nl.